Hi lieve volgers, welkom op mijn channel. Mijn naam is Chanel. Voor de mensen die een maand geleden of korter geleden iemand hebben leren kennen, voor jouw gevoel een tweelingziel of soulmate, en op dit moment geen contact hebben, daarvoor heb ik even een legging gedaan wat er zich afspeelt. De legging is trouwens geldig vanaf het moment dat je hem kijkt, dus stel dat je hem pas in 2020 zou kijken, dan moet het wel het geval zijn dat je een maand geleden of korter iemand hebt leren kennen waarbij je een hele diepe connectie voelt. Momenteel is er stilstand, er is geen contact. Dit is trouwens wat er omgaat in de mannelijke tweelingziel of soulmate. Dus vanuit zijn oogpunt waarom er geen contact is. Hij is in de war of hij aan een relatie wil beginnen of dat hij liever alleen is. Hij weet het allemaal even niet meer. Er wordt aan gewerkt en er komt snelle vooruitgang. Hij is misschien bang om teleurgesteld te worden of hij moet nog pijn uit het verleden loslaten voordat hij verder kan en de keuze kan gaan maken voor jou. Hij kijkt tegen jou op. Hij vindt jou een hele speciale vrouw. En hij wil graag de liefde aan jou tonen. Maar er speelt bij hem nog een innerlijk conflict. Hij is veel aan het piekeren. Veel strijd, innerlijke strijd. Hij is hard met zichzelf aan het werk. Hij weet dat jullie een speciale band hebben. En hij wil meer commitment tonen naar jou toe. Hij wil het naar een hoog level brengen en wat serieuzer worden. En echt voor jou gaan. Maar hij moet eerst nog een bepaalde balans vinden. En hij heeft misschien nog wel de overtuiging dat hij jouw liefde niet waard is. En hij is ook bang dat je kil of afstandelijk gaat reageren. Of bang om afgewezen te worden. Hij heeft ook moeite met balans vinden. Hij is bang om zichzelf te verliezen in deze relatie. Aan de ene kant wil hij zijn eigen dingen doen, maar aan de andere kant wil hij zich ook overgeven aan de liefde. Op dit moment is er stilstand, maar hij wil de liefde gaan aanbieden aan deze vrijgezelle vrouw. Hij gaat in actie komen, gaat de liefde aanbieden en jullie ontmoeten elkaar weer. Zijn gevoelens voor jou zijn oprecht, alleen hij heeft nog wel een beetje een muurtje om zijn hart heen. Hij vindt het moeilijk om zijn gevoelens te tonen. Hij ziet jou als een bewuste en spirituele vrouw en hij is zich ook bewust van jullie diepe connectie. Er zijn alleen nog wat laatste dingen waar hij aan moet werken. De cyclus is bijna afgerond voordat hij echt weer wat luchtiger kan gaan leven en weer wat meer kan genieten. En voordat hij ook die stap kan zetten richting jou. Voordat hij in actie kan komen. Dus ik ben benieuwd of jullie dit herkennen. Mocht je een privé-reading willen boeken, dan vind je de informatie beneden, hieronder aan dit filmpje. Stuur dan even een e-mail en ik hoop van jullie te horen.